No, určite mi to dělá radosť, pretože mít možnosť jezdiť rally s kamionem, to bylo odedávna môj sen. No, jestli když tě pozvou příští rok, jestli zas přijedeš? No, tak jestli dostanem pozvání, tak určitě se objevíme nejenom s jednou Tatrou, ale s více Tatrama. En onze Tsjechische vrienden vonden het heel erg leuk. Zij stonden in de finale, mini Parijs-Dakar. Want alle wagens die aan de start kwamen, behalve dan het witte wagentje aan de voorkant, hadden meegedaan aan de zwaarste rally aller tijden. Parijs-Dakar begin dit jaar. En meteen een verrassing, want u ziet allemaal vrachtwagens natuurlijk voorop rijden. Maar niet de Turbo Twin 2 van Jan de Rooij. Die gaat helemaal achteraan en komt nu langzaam naar voren. Twee DAFs wel aan de leiding. Tweemaal een FAV 3600. De ene bestuurd door Martin Ketelaars en de andere Peter van Maris. Daar komen de heren aan op het zogenaamde springschansje. En u ziet hoe goedmoedig ze eroverheen hobbelen. De rode wagen is de Tatra van Karel Loopruis. Hij was tweede dit jaar in Parijs-Dakar. Maar daar een hele leuke manoeuvre. Martin Ketelaars pakt de buitenste lijn. En Jan de Rooij stoot meteen door naar binnen. U ziet de officials rennen, want dat ding maakt natuurlijk toch een geweldige indruk als die op je afkomt. Bijna 1000 pk. Maar aan de leiding Martin Ketelaars. Hij was negende in Parijs-Dakar. Dan Peter van Maris, dan Jan de Rooij. En die dwingt de Tsjech Karel Loopruis naar buiten. Achter hun reden trouwens Cor Bezemer, een Belg in een Pegaso. Dat ziet u in de gele wagen. En Andy Bertels in een Unimog. En dan het lange rechte stuk in het Mullenzand met de enorme springschansen. En dat is natuurlijk altijd een fascinerend gezicht bij de strandrace in Scheveningen. Dit is het echte, zware, grote geweld. Bij elkaar zo'n 4000 pk over de springheuvels met de pier op de achtergrond. En dan komt Jan de Rooij naar voren met het nummer 1 op zijn vooruit. De nummer 1 van de winnaar in het vrachtwagenklassement in Parijs-Dakar. Hij heeft zo'n 900 pk over en de wagens die links rijden zijn zijn servicewagens en die hebben er nog maar 500. En Jan de Rooij maakt zich natuurlijk weer heel erg kenbaar en hoorbaar. Hij heeft in zijn klakson volgens mij net zoveel pk's als in zijn dubbele motor en dan nog met de twee turbo's erop. Martin Ketelaars nog steeds aan de leiding, maar de Rooij worstelt zich naar voren. U ziet trouwens wel hoe moeilijk het is in dat zware zand. En dan de Rooij. Nou heeft hij de goede lijn. Stort zich in de bocht. En komt naar voren en pakt de leiding. De eerste ronde van 2 kilometer zit erop. Jan de Rooij in de DAF Turbo Twin 2. Winnaar van Parijs-Dakar in 1987. En let eens op de drift. Ongelooflijk. Een vierwieldrift. En dat willen we natuurlijk nog een keer zien. Want dat is maar 1 keer per jaar te zien in Nederland. Op het strand van Scheveningen bij de Veronica Strandrace. Jan de Rooij is trouwens een heel bijzondere chauffeur. Hier komt hij. De wagen kan... Let eens op die voorwielen. Het is maar goed dat er 4 schokbrekers per wiel zitten in deze wagen. Want anders had hij het hier nooit uitgehouden. En dan weer een drift. We hadden het over Jan de Rooij, die u hier in actie ziet. Hij was 1 keer Europees rallycross kampioen. 5 keer kampioen van Nederland. Maar wist u dat hij ook 2 keer Europees kampioen is geweest bij de motocross op de 500cc. En 4 keer kampioen van Nederland. En dat was dan bij de NMB. Want Jan de Rooij is natuurlijk een Brabander. En nu gaat hij op de achterblijvers af. Dit is Cor Bezemer, de Belg. U denkt misschien dat hij ook in het DAF rijdt, want daar lijkt het een beetje op. Maar nee hoor, het is een Pegaso. Bezemer geeft partij, want in dat zware zand is het natuurlijk moeilijk. Maar daar heeft hij het verkeerde spoor te pakken. En Jan de Rooij dendert er voorbij. Peter van Maris is het volgende slachtoffer. Rijdt op dit moment op de 4e plaats. Maar Jan de Rooij gaat ook hem voorbij. Achteraan ziet u trouwens nog Andy Bertels in de Unimog. Maar dat is een iets lichtere vrachtwagen. En die kwam natuurlijk wat pk's tekort tegen dit geweld. Jan de Rooij gaat hij ook de laatste mannen nog pakken. Voordat hij over de finish gaat komen. Dat gaat hem niet lukken. Maar het lukt hem wel bijna om wedstrijdleider Harry Splinter te pakken te nemen. Aardig grapje, Jan. Leuk, Harry, dat je er nog bent. Ja, hij is toch een klein beetje geschrokken. Gaat nu toch opzij voor Peter van Maris. En dan komt natuurlijk Cor Bezemer voorbij. Die wordt nu afgevlacht, maar er zijn nog 2 wagens weg.
En tussen die twee wagens gaat het voor de tweede en derde plaats. Cor Bezemer is vijfde geworden en is al afgevlacht omdat hij door de rooi gepasseerd was. Maar deze wagen, Karel Loprijs in de Tatra, dat is een van de twee die weg is. En dit is de andere, dit is Martin Ketelaars. Hij was negende in Parijs-Dakar. Nogmaals, deze DAF heeft zo'n 500 pk en hij was eigenlijk servicewagen voor Jan de Rooy. We zijn benieuwd of Jan de Rooy volgend jaar weer van hun gebruik gaat maken en in nog een groter monster naar Parijs-Dakar gaat, want hij had bijna dit jaar het algemeen klassement gewonnen. En dit is de Tatra van Karel Loprijs. Een Tatra T815 en hij was daarmee tweede in Parijs-Dakar. Een geweldige prestatie. Maar tegen het geweld van DAF kan hij natuurlijk niet op. Voor hem nog steeds Martin Ketelaars hier in beeld. Maar winnaar werd natuurlijk Jan de Rooy met zijn wagen die zo'n 180 km per uur reed op het strand van Scheveningen. En daarmee won hij de Veronica Strandrace voor trucks. De uitslag 1 Jan de Rooy, 2 Martin Ketelaars, 3 Karel Loprijs, 4 Peter van Maris, 5 Cor Bezemer en 6 Andy Bertels. Natuurlijk mag een interview met de reus uit Zon, oftewel Jan de Rooy, niet ontbreken. Wat is het specifieke voordeel van zijn Parijs-Dakar-koloss, de DAF Turbo Twin 2? Het specifieke voordeel van deze auto, die kan zijn achterbocht gaan als je wil. Die kan hem echt haaks omzetten en mee de goede weg. En dat is inderdaad een van de voordelen van deze auto. Hoeveel pk zit er nou nog in? Op het moment zit je tussen 900 en 920. Zit op het moment tussen. Dan ben je dus sinds Parijs ben je zo'n 70, 80 kwijtgeraakt? Een kleine 80 ben je kwijt, ga ik niet meer. Wat gaat het volgend jaar worden? We zijn er bezig met de auto te ontwikkelen weer voor het volgend jaar. Ik zeg een beetje, denk een week of 65 aan, begint te bouwen weer. En we gaan hier stond meer pk's erin, dat stond meer al in prijzen. Maar wat exact allemaal meer gaat worden, dat weet op men niet, want daar zijn we er volop mee bezig. Maar we willen in ieder geval hoger eindigen als dit jaar. Dat belooft dus heel wat voor Parijs-Dakar voor Jan de Rooy. Maar wij gaan nu kijken naar de finale van de autocross. De laatste, de wagens tot 1600 cc. De carrosserie van deze wagens is meestal van een kever. En de motor die is vrij, maar mag niet meer dan 1600 cc bedragen. En dan zijn ze weg. U ziet meteen al flink heen en weer rijden. In deze klasse is Harm Roetert kampioen van Nederland. Hij was terecht er niet. Wel de nummers 2 en 3. Henk Rijns en Bart de Vries. En let u op hem. Nummer 201, dat is Henk Rijns. Hij won de strandrace in 1985. En daar gaat hij komen. Henk Rijns, dat loopt een beetje verkeerd af, zo te zien. Oh, en rook eruit. Dat betekent dat er waarschijnlijk toch iets met de voorkant van die auto aan de hand is. Want dat betekent dat hij gas geeft terwijl hij eigenlijk niet meer rijden kon. Het linker voorwiel breekt af. Gaat één keer volledig over de kop. Henk Rijns was kampioen van Nederland in 1985 en won de strandrace in 85 ook. En in 86 zijn klasse, maar dat gaat hij dit jaar niet herhalen. Wat een klap. 3 keer over de kop en nu even letten. Ziet u, nu komt er in één keer rook achteruit uit die uitlaat. En dat betekent dat hij waarschijnlijk met zijn voet te knel zit. Dit was de man die aan de leiding ging op dat moment, Johan Seinhorst. Maar de race wordt afgevlacht. En de wagen opgetakeld. Henk Rijns is er inmiddels uit, is naar het ziekenhuis. En het bleek dat hij inderdaad een gebroken been had opgelopen. Henk, als je ligt te kijken, hopelijk ben je er niet al te erg van geschrokken. En zien we je straks weer terug. Want Henk Rijns, dames en heren, moet u weten, is een van de beste autocrosscoureurs die wij in Nederland kennen. Inmiddels de herstart, want zo gaat dat natuurlijk. Als er een ongeluk gebeurt en het voor de rest de baan weer vrij is, wordt er weer opnieuw gestart. En wederom Johan Seinhorst uit Ruurlo met een Volkswagen 1600 motor. Hij neemt de leiding. Maar het gaat nu niet meer zo hard als daarnet. De heren zijn er kennelijk een beetje van geschrokken van het ongeval van Henk Rijns. En natuurlijk terecht. Johan Seinhorst hier aan de leiding. U ziet hoe hij afremt, gooit zijn wagen dwars en gaat nu terug op het stuk met het zachte zand. En dan zit de eerste kilometer erop en Johan Seinhorst, hier in beeld, heeft meteen een flinke voorsprong. In de ochtenduren waren er 50 wagens gestart en in deze finale zijn er nog slechts 25 over. Want het is wel erg zwaar het parcours, alhoewel de wagens beter geprepareerd waren dan in voorgaande jaren. Er stonden er minder stil en er braken minder wielen af. Maar dat gebeurde nog wel eens in voorgaande jaren bij dit soort springheuvels. Johan Seinhorst uit Ruurlo. 'S Ochtends had niemand nog van hem gehoord. Maar dat gaat nu natuurlijk anders zijn, want hij leidt de finale van de autocross tot 1600 cc. Anderhalve maand geleden haalde hij pas een licentie bij de KNAF. Daarvoor reed hij in een zwarte bont. 180 km per uur op het rechte eind. Dat werd er gereden in de zesde versnelling.
En met 248 startnummer Johan Seinhorst uit Ruurlo. En hij gaat beginnen aan de laatste kilometer van zijn finale. En als er niets meer afbreekt, gaat hij natuurlijk winnen. Achter hem met 202 Bart de Vries. De man die derde was in het Nederlands kampioenschap. Komt evenals Henk Rijns uit Apeldoorn. In de autocross veel Nederlandse rijders. Hier en daar een enkele Belg. Alleen in de 4x4 klasse en de vrachtwagens hadden we een internationale deelnemersveld. Met nummer 208 Bert van Weijlen uit Gelderen. En 211 Siete Jansma uit Heerhugowaard vlak daarachter. Maar zij kunnen niet aan de leider komen. Johan Seinhorst, die gaat nog steeds op kop. Bart de Vries erachter. Ook deze man komt er niet bij. Johan Oudebruil uit Losser. Hij ploegt zich voort. Johan Seinhorst, een komende ster. En denkt u nou niet dat die autocrossers niet kunnen rijden? Want er zitten fantastisch goede coureurs bij. Bart de Vries in de aanval nog. En daar met 2:15. Lammert Laanstra uit Gerkesklooster. Maar Johan Seinhorst, hij pakt als eerste de finishvlag. De uitslag. 1 Johan Seinhorst, 2 Bart de Vries, 3 Lammert Brink, 4 Jode Lange, 5 Jan Ouwekerk en 6 Gerrit Muske. Tot zover de autocross. Terwijl het water langzaam opkomt, komen wij bij de laatste race van de dag. De herstart van de 4-wiel aangedreven wagens. En bij die herstart is John Bos, de leider van de eerste finale, niet aanwezig. U weet wel die Audi Quattro die in één keer in de rook stond. Maar wel aanwezig zijn het Jean da Silva, de winnaar van Parijs-Dakar in 1985 met de witte wagen. En daarvoor rijdt dan nog Maurice Geerst, de Belg, in de grijze Range Rover. De Range Rover waarbij ook Guy Consul reed. Maar dat was in Parijs-Dakar en we zijn nu op het strand van Scheveningen. En hij is niet bang, die Belg. Maurice Geerst, een Range Rover 5700. Volgens insiders gebruikte hij wat nitro om wat harder te kunnen rijden. Gaat nu de bocht om na de eerste kilometer en heeft een leuke voorsprong. Kijken wie de tweede is. Dat is Jean da Silva in de Werks Mitsubishi. Dat betekent dat het een wagen is van de fabriek en dan Frans Post. Waar is Spencer Lowe? De Amerikaan, die springt daar tussendoor. Nu midden in het beeld met die rood-witte wagen over de heuvel naar de tweede plaats. Omdat de anderen wat moeilijkheden daarmee hadden. U mist trouwens de naam van Thijs de Man, maar die was uitgevallen in de eerste heat met een afgebroken wiel. En hier de rest van het veld van de 50 deelnemers die in die finale kwamen. En we zien Spencer Lowe hier op de tweede plaats. Let u alleen even straks op zijn voorwielen, want die staan links en rechts uit de flank. Maar toch gaat hij daar Maurice Geerst voorbij die stilvalt. De nitro waarschijnlijk te veel werk gedaan. De Amerikaan nu aan de leiding. Daarachter de Mitsubishi. Spencer Lowe. Driemaal was hij offroad kampioen van Amerika. Rijdt al zo'n 10 jaar in de races en de wagen waar hij mee reed kost zo'n $250.000. Dus bijna een $500.000 gulden. Gaat u even zitten. Maar dat zitten, dat gebeurt niet door de andere achterblijvers en ook niet door Jean da Silva die hier in de springheuvel, of over de springheuvel moeten we zeggen, Spencer Lowe voorbij springt op het recht eind. Spencer Lowe met zijn vreemd uitstaande wielen, die kan geen hoge topsnelheid meer maken en daar profiteert da Silva van. Da Silva gaat hier de laatste bocht om. Spencer Lowe erachteraan. We missen trouwens Jan van der Branden, de Belg die vorig jaar met zijn Jeep de race won. Is er nu niet bij. En dan gaan we kijken op dat langste rechterstuk of de Nissan de Mitsubishi voorbij kan springen. Da Silva nog steeds aan de leiding. Oh, wat een klap. En hij valt stil. Waarschijnlijk alleen nog maar achterwielaandrijving, maar daar komt het zand vandaan. Alleen van achteren, niet meer voor de voorwielen. En Spencer Lowe springt er voorbij. De Amerikaanse offroad racing kampioen. Won ooit de Baja 1000. De motor is iets gedetuned. Het is een V6. Normaal zit er 280 pk in. Ze hebben er nu 220 in laten zitten voor Scheveningen. Het brak hem bijna op, want hij gaat nu voor de vierde keer al aan de leiding. Terwijl de andere auto's die eigenlijk sneller zijn kapot gaan. Achter hem, let op, met de lampen. Dat is een Nederlander, Jaap de Haan uit Scheveningen, op de tweede plaats. En die komt nog in het kielzog van Spencer Lowe. En dan op de derde plaats, Frank de Jong uit Loon op Zand in de Toyota met het linnen kapje. In de Jeep, maar Spencer Lowe geeft nog één keer gas. Peurt de laatste pk's uit zijn Nissan. Gaat op de laatste springschansen af. Daar moet de finish zijn. Links komt wedstrijdleider Harry Splinter. Die sprint naar voren, zwaait hem af. Spencer Lowe zwaait terug. En hij wint de 4x4 aangedreven klasse in Scheveningen. En dit is de uitslag. 1 Spencer Lowe, 2 Jaap de Haan, 3 Frank de Jong, 4 Hans Spierenburg, 5 Kees Bakker en 6 Patrick Huibrechts.